Ja, dit is natuurlijk waar de vlog begint. We zijn backpacks aan het uitkiezen. Dit zijn ze geworden. Ze zijn groot, lelijk en daar doen we het voor. Ja, dit is leuk. Tadaa! Draai eens om. Draai eens een rondje. Wauw. Oh ja, we zijn nu duikbrillen aan het passen. Vinden jullie dit mooi? Dit is een vibe. Dit is zo raar ademhalen. Hij zou maar zo'n rare neus hebben als deze duikbril. Oh, krijg je adem? Ik heb dus geen ruimte meer in mijn tas, dus de Pringles neem ik even. Oké, we zitten nu op de helft. Jongens. We zijn geland. En laatste keer dat ik Tessa's telefoon keek was het 12:30 s'nachts voor jullie in Nederland. Nu zijn we op Costa Ricaanse bodem en is het ineens 6:15. Dus we mogen nog hele avond. Oh, ik zie er ook uit, jongen, dikke wallen. Deze camera kwaliteit is toch goed voor de vlog, Tess? Zie je dat? Dat is niet best. Hoe zou je deze vlucht omschrijven? Maar ook wel weer lang. Ja. Zo, ik heb zin om op te staan en even frisse lucht. Oh, mijn mobellen. Oké, neem jullie zo weer even mee als we weg mogen. Waar is Annika met haar borstje dan? Ja, we zwemmen. Oké, we zijn dus na een beetje reisvertraging aangekomen in ons hostel. Hier blijven we 3 nachten volgens mij. Het is Jacco in. We hebben net de eigenaar ontmoet. Hij was super chill. Annika zit nu op de wc. We hebben een 5-persoonskamer met z'n drieën. Nou ja, prima, ruimte genoeg. Ik kan nog niet echt veel uitzicht laten zien, want we zitten een beetje in de middel of nowhere. Maar het is enig. En daar hebben we een waaier, dus dat is ook wel lekker. Het is best vet eigenlijk, deze muren en zo. Zo, wat gaan wij nu doen? Zwemmen, hè? Hoi! Oh, Annika. Hallo! Goedemorgen! Gaan we even vertellen wat we gaan doen dan? Nee, ik niet. Nou, vertel dan. Nee, jij mag vertellen. Nee, Tess, vertel dan. Nee, vertel jij maar. Nou, je we gaan wandelen. Nou, dat was het. Maar eerst even eten, want ik heb honger. Oké, okay, bye. Bye. We zijn op tour. Het is een andere tour dan het logboek, want ik had niet goed gezocht. Maar we gaan nu 10 kilometer lopen door de berg. En dat is ongeveer 30 graden met zon. En heel erg benauwd. Zin in! Toch jongens? Ja, ja. Nice.
Cheers! Cheers! Nou, de hike zit erop. Maar we zijn volgens mij een beetje verkeerd gelopen. Is mijn hoofd ook rood? Nee, mijne wel, denk ik. Ik heb het ook echt ziekelijk warm. We zijn verkeerd gelopen. Of nou ja, of niet. We weten het eigenlijk niet. Maar we zijn gestrand langs deze mooie snelweg. Waar we net langs liepen. Maar hier is een soort van, nou ja, plek om te chillen. Dus we hebben even een Ubertje besteld. Terug naar de auto. Hola, vervoer. We zijn inmiddels al in Monteverde ook al hier geslapen, maar gisteren was iedereen ziek en nu eigenlijk nog steeds half. Maar we gaan zo meteen ziplinen. Zo, mijn hoofd lijkt heel erg bol als ik het heel dichtbij hou. Ja, we gaan 3 uur lang door deze poespoes heen ziplinen op 8 kilometer hoogte ongeveer. Ja, dit is dan ongeveer hoe het eruit komt te zien. Kijk, papegaaien. Wacht, ik wil even dichterbij. Zie je dat? Het regent ook.
Oké, okay, Tess, look the camera. You want to say something before you go? I'm scared. Oké. Okay. Okay. Pura vida, Tess. Pura vida. Hola, amiga. Look at me. Okay, Jonica, look the camera. You want to say something before you go? No, not really. Are you sure? Yeah. Enjoy it. Look up. We zijn inmiddels aangekomen bij het niet-appartement, zoals je kan zien. Maar wel bij dit leuke hotelletje waar we gratis ontbijt krijgen. En koffie. Ananas. Pompaya. Pompaya. Toch? Oh ja, en we gaan vandaag naar een geheime waterval. Wel echt leuk, zo. Hoe heet het ook alweer wat je hebt gegeten? Chili con carne. Dit is echt zo vies, dat hammetje. Oh. Nou, dit is ook niet lekker. Het ei was wel lekker. Ja, we kunnen concluderen dat dit ontbijt niet heel erg best was. Dus ik ga deze koffie opdrinken en dan ga ik lekker een wafel eten op de kamer. Wat gaan we doen? Ja, weet ik niet eigenlijk. We gaan iets met waterval doen. Zwemmen. We moeten goed kunnen zwemmen, inderdaad. Ja. Volgens mij is het wel een aardige meid. Ja. Annika heeft alles groen, want ze wil graag camouflage in het bos. Helemaal. Ik ben duidelijk niet groen. Nou ja, mijn badpak. Met een hele erge inkijk, waar ik steeds meer spijt van krijg dat ik dit heb aangedaan. Nee, joh. Straks gaat het zo vloef en dan ligt mijn hele teaser uit en zo. Ja. Ah. Oké, okay, en de Tryback Boogie. We hebben nu onze hand op zo'n steen gelegd. Ja, en dan gaan we hier onze... Hier zo, dacht ik. Ja. Doe ik hem bijna daar. Tadaa! Dat ziet er veel uit. Oh, je ziet hem bijna. Tadaa! Dat is mijn hand. Leuk. Oké. Okay. Nou, je ziet hem bijna. Gezellig. En nu hebben we een oranje hand. Allemaal. Leuk. Ik ga niet filmen als we gaan zwemmen. So, the GoPro is going in Annika's bag. Because we are going for a swim! Here! Trip.
Ja, het is wel heel mooi. Uh-oh. Into the water, my friends. We hebben inmiddels de waterval gezien. En we zijn nu terug op onze op de terugweg eigenlijk. Het was super vet. En nu is het ook echt nog steeds fucking mooi. Ja. Dit is waar we doorheen lopen. Ook vet. Oh, die kaas komt. Ook vet. Nee, dit. Nog niet. Yeah, bitches. Well, almost. Salty bitches. Hou eens op. In de vlog weet niemand nog wat dit is. Oh ja. Is beter. Mijn reis is nog beter, zeker. We hebben eventjes hebben even eten gekookt. Nee, 2 dagen geleden hebben we eten gekookt. En we hebben altijd meegenomen. Dus eigenlijk een beetje trek. Zonder dat niet geschoten is altijd mis. Laatste woordje zeggen. Wat zeg je? Wil je nog het laatste woordje zeggen over je dag? Maria. Annika, vertel maar. Ik Spaans. Vertel even. Er kwam hier dus een man en die vroeg eerst aan mij of ik hier werkte. Toen zei ik nee. En toen ging hij hier aan de balie staan en toen had hij een lepel nodig voor zijn medicijnen. En toen zag hij jullie eten en toen vroeg hij aan dat mevrouwtje van hoe kunnen we hier ook avond eten? En toen lachte die vrouw zo, nee, ze zijn hier alleen om hun eigen eten te warmen en we hebben hier alleen maar ontbijt. Ja, ik bedoel maar, heerlijk. Het is nog water. Dat je nog eet. Oeh, heerlijk. Heel mooi hotel. Ik zou even laten zien. Het ging wel even buiten. Het is wel warm. Is dit het uitzicht? Zo hebben we Claudia, zoals je kunt zien. En dan is nummer 24 onze kamer. Daar is onze auto, achter de palm tree. En dan hier een gezellige... Oh, hier kunnen we een spelletje doen. Ja, dat wil je helemaal zien. Kijk, hier hebben we ook nog een amazing swimming pool. En daar is de kraan. Maar dat kun je niet zo goed zien. Kamer. Hi! Het is echt zo'n gezinskamer. Ja, zoals je ziet, we zijn er 10 minuten en, dat betekent. We hebben hier een mooie kledingkast met handdoeken. En dat was het ook. Met kluis. Hier is onze badkamer. Woehoe! Heel erg mooi. Kijk, dit is toch prachtig. 2 backpacks. Voilà! Goedemorgen. We gaan beginnen met onze hike bij de vulkaan. Alleen het is heel erg bewolkt, dus we zien de vulkaan niet. Maar wie weet, de hike is best lang. 5 hele kilometers. Maar helemaal zin in. Kijk. Nou, 4900. Nou ja, daar is dus de vulkaan, maar ja, die is niet aanwezig. Ja.
was hem weer. We waren net in een natuurlijke hot tub. Ik denk hot spring. Hot spring. Dus ik vergeet het even welke vis. Nu zitten we alle drie met een bikini en handdoek in de auto. Lachen! Ik heb de hele tijd het gevoel dat mijn hoofd zo eierig is. Eierig, dat is in deze camp. Maar weer dat waar is. En we rijden nu weer terug naar het hotelletje. Op de Hangbridges in het Mystico Park. En het is best eng. Kijk maar. We zijn er best wel hoog. Zo, je moet hier niet je telly laten vallen. No, then you're dead. Oh, maar het uitzicht is het wel waard. Oh ja, we zijn trouwens bij activiteit nummer 2 van de dag. Waterval. Maar de weg er naartoe is lang. Dus we gaan eerst even 200 kilometer trap lopen die we zo meteen ook weer op moeten. Daar heeft Annika zin in, zei ze net. Ze dus, bood ook al aan om mij te dragen. Dus dat is sowieso wel. Nee. Wee. Dit hoort natuurlijk ook bij onze wereldreis. Inpakken! En dan kom je er toch wel achter dat je extreem veel spullen meeneemt. backpack! Backpack, waar ga jij met deze mic naartoe? Oh my lord. Dit was ik. Ik heb deze tas die mee moet. Die mooie lila rugzak. Dit is eten. Dit zijn mijn souveniertjes, jongens. Oeh, spannend. Wat heb ik gekocht voor iedereen? De auto is ingeleverd. We zitten nu broodje te eten. En we wachten nu op de bus naar een PV. En dan gaan we 6 uur lang in de bus zitten. Daar vooral Annika heel veel zin in. Oh ja, dit zijn al onze spullen die we vanaf nu dus gewoon met de hand mee moeten nemen. Na een goede reisdag van 10 uur lang zijn we gearriveerd. Yay! Nou, de dames hebben vrijwel geen energie meer. Oh! Oh. Special effect in de vlog. Ik wel hoor, nog helemaal down. Zullen we naar het strandfeest vanavond? Wie gaat er mee? Nou, guess I'm going to alone.
Zal ik even een toertje geven anders door onze mooie nieuwe hotelkamer? Dat ga ik even doen hoor. Kijk, hier heb je een mooie deur, daar kom je binnen. Dan heb je bed 1, daar ligt Tess. Op bed 2 lig ik. Oh, ik heb de master bed. Dit, hier heb je een mooie wc. Leuke spiegel. En de douche. Met Jumbo. Gewoon allemaal inclusief, hè? Mama, mooi. Mooi. Kijk, de dames liggen al lekker op bed. Niemand weet het in Nederland, maar hier houdt het Costa-Ricaanse avontuur voor Annika op. Ja. Voor ons toch niet? Wij blijven hier nog even, dat is wel leuk. An, wil je nog iets zeggen? Nee. Nee. Echt niet? Nee. Een samenvatting van je 4 maanden Costa Rica. Hoogtepunt? Tessa, nee. Dat is sowieso dit moment, denk ik. Ja. Dieptepunt? Dit moment. Dat staat niet te houden. Daar staat ze. Backpack groter dan het meisje. Ja, weer zo. Ja, zoals op Schiphol. Fijne kerst in je eentje. Dat zei ik toen. Kijk, Tess en ik moeten ook onze laatste avond vieren. Dus dan maar met een 0,5 liter sangria, you know? You gotta hit the vibe.